Hoi, ik ben Frank en welkom bij Inland Rabbit Chili Pepper Mysterie. En het mysterie van vandaag is Crazy Bastard Sauce, Habanero en Tomatillo uit Berlijn, Duitsland. En dit is wel weer een speciale saus voor mij, net zoals Pain is Good. Waar ik jullie toen over verteld had, een aantal jaar geleden, was er in Nederland nog niet zoveel keus om sausen te bestellen of te kopen. Dus je zat echt heel erg vast in Engeland en dure verzendkosten. Tot ik dus op een dag dit op de spoor kwam. Crazy Bastard uit Duitsland. En de verzendkosten die waren toen ook nog niet zo hoog. En ze verkochten een 3-pack met sausen. Dat doen ze nou nog steeds trouwens. En je kon kiezen welke saus je in dat 3-pack wilde. Toen had ze denk ik 5 sausen of 4 sausen, dus zoveel keus was er niet. Inmiddels is die keus er wel, er zijn echt 7 sausen in hun line-up. Dus dat is mijn nostalgische verhaal een beetje over dit bedrijf. En daarom zal ik er altijd een bijzonder gevoel bij hebben. En het verhaal van dit bedrijf is ook bijzonder. In 2011 hadden Chris en Jonathan een snackcar en ze hadden voor hun fajitas, Mexicaanse fajitas, hadden ze wat pit nodig. En toen dachten ze van oké, we gaan die saus gewoon zelf maken. Het sloeg heel snel aan, mensen vonden het lekker. Toen nog verkocht in jampotjes, marmeladepotjes. En dat ging zo goed dat in 2013, toen was die saus geperfectioneerd en nog beter, bijna zoals die nou is. Toen dacht Jonathan van oké, ik ga gewoon een bedrijf beginnen, ik ga gewoon hot saus maken worden. En toen ging het heel snel. Je kent dat word of mouth, zoals het heet, en veel mensen gingen praten. En ze gingen in 2015 gewoon even naar de World Hot Sauce Awards in Louisiana. En meldden zich daar aan met deze saus. En winnen de gelijk. De eerste prijs in de medium heat categorie. In 2016 winnen ze die prijs weer in de medium heat categorie voor deze saus. Nou, toen begonnen mensen natuurlijk helemaal te praten. En in 2016 ging het zo hard dat ze hadden zoiets van, ja oké, we hebben meer personeel nodig voor onze boekhouding als sales manager. En toen hebben ze Erika aangetrokken. En dat is nog steeds het vaste team, die drie mensen. Hoewel Jonathan nou is juist weer iets meer naar de achtergrond. Chris, ik vergis me jongens. Chris is nou juist steeds weer naar de achtergrond getrokken, omdat hij heel erg bezig is met zijn stand-up comedy act, maar hij is nog steeds erg betrokken bij deze company. Dus deze saus heeft een bijzonder plekje in mijn hart. Ik ga hem gewoon voor jullie weer even proeven en ruiken. En ik zou zeggen, is die nog steeds zo goed? Maar dat zou ik me kunnen afvragen, maar zoals jullie zien, is deze fles alweer bijna half leeg. Dat is mooi, want ik kan goed laten zien dat het best wel een dikke saus is. Dus, ik ga er even aan ruiken. En ik ben natuurlijk bevoordeeld, ik weet wat erin zit. Maar ik ga er toch aan ruiken om te kijken wat ik oppik. Ik ruik heel erg paprika. En ui. En iets zoets. Limoen. Zoiets. Misschien azijn. Appelazijn. En knoflook. Die habanero's die ruik ik wel. Prikt een beetje aan je neus. Maar iets minder.
Dus ik ga even voorlezen wat erin zit. Dat heb ik natuurlijk weer op een briefje geschreven. Zodat ik niet schil hoef te kijken naar die fles. Daar zit in paprika, tomatillo's, uien, habanero's, witte wijnazijn, appels, limoen, knoflook, olijfolie en zeezout. Nou, wat ik dus al dacht, die paprika helemaal vooraan in de ingrediëntenlijst. Dat is ook iets wat je echt sterk ruikt. Gegrilde paprika's, alsof ze net van een barbecue afkomen. En die tomatillo's die zorgen een beetje weer voor die typische Mexicaanse verderachtige frisheid. Terwijl dit dus geen verder is. Dus het is een bijzondere combinatie. Habanero's, tomatillo's, toch geen groene verdersaus. Ik ga hem gewoon even proeven. En dat is al de tweede keer vandaag. Ietsje meer. Dat is al de tweede keer vandaag, want de eerste keer dat ik deze video probeerde op te nemen, werd ik gebeld. Ik was bijna klaar. Moest ik weer helemaal overnieuw beginnen. Dat kon die man natuurlijk ook niet weten, maar het was wel een beetje vervelend. Nee. Wat doe je eraan, hè? Wat doe je eraan? Ja, die paprika, die proef je heel duidelijk terug. Die uien ook. Die knoflook ook. Het is een beetje een hartige saus. Behalve dan dat je echt dat zoete van die limoen en die appels ook goed proeft. En dan daarna die habanero kick. En die habanero kick die is echt wel aanwezig, die burn. Het is een beetje een gekke burn altijd bij habanero's. Het ligt meer op je tong. Het is geen mondgevoel of het is geen heet keelgevoel, maar het prikt op je tong. Het is een van de weinige pepers, misschien wel de enige waarvan ik heb gemerkt waar dat zo is. En je proeft hem ook echt wel, die habanero. Hetere sauzen heb ik al afgewimpeld met... Het is eigenlijk niet zo heet. En dit zou dan een minder hete saus moeten zijn, maar die proef ik qua heat beter. Dus, ja. Crazy Bastard Sauce, habanero en tomatillo. Hij is gewoon best wel sterk. Ik zou hem qua hitte een 2 geven. Qua smaak. De smaak is fruitig en fris. En vooral groenteachtig van die paprika, die ui, die knoflook. En een beetje romig door die olijfolie. Ik denk dat romig is echt olijfolie. Ja, qua smaak is het een 8. En een 2 op hitte. Dat is voor mij een 2. Ik zou iemand die niet veel hitte gewend is, zou dit misschien een 4 of een 5 geven. Dus dat is qua medium categorie is dat wel goed. Zelf heeft Crazy Bastard hem, ik weet niet of het goed te zien is, jawel. Die hebben een 4 uit 5 vlammetjes gegeven. En dat is best wel hoog. Betekent dat ze hem zelf heel erg pittig vinden. Want ik kan snappen dat ze gewonnen hebben in een medium heat categorie. Maar echt, niemand zal het super heet vinden. Dat geloof ik niet. Maar wel heel erg lekker. Nogmaals, smaak een 8, hitte een 2 op mijn schaal. En ik mag, omdat jullie kijkers zijn, een kleine leuke actie weggeven. Die staat onderin bij hun link crazybsauce.com. Staat ook een actiecode. Als je die actiecode invult, krijg je korting.
bijenbestelling. En daar zal ik een tip meegeven. Als je 7 sausen bestelt. En hey, we zijn allemaal hot sauce verslaafden. Bestel gewoon 7 sausen als je toch de moeite doet om bij hun te bestellen. Dan is het een stuk goedkoper. En gaat mijn korting ook omhoog. Dus je hebt er echt wat aan als je in plaats van 3 sausen 7 sausen bestelt. Ja, goed. Nogmaals, vielen dank Crazy Bastard dat ik dit mocht doen voor jullie. Helemaal heel erg blij mee. En mocht je nou een sausmaker zijn die kijkt naar deze video en denkt, hey, leuke review, dat wil ik ook wel. Contact me even via e-mail of de comment sectie hieronder. Of mijn Facebookpagina of mijn persoonlijke Facebook. Mijn naam is iets veranderd, schrik niet, maar de rest is hetzelfde. Dat geldt natuurlijk ook voor jullie als normale kijker. Wil je me contacten, e-mail, laat een comment hieronder. Subscribe vooral op dit kanaal, want ik kan best wel wat subscribers gebruiken nog. En ja, dat is gewoon gezellig. Ik heb gewoon zin om meer te doen met jullie, dus help me daarbij. Show me some love, weet je wel. Het klinkt heel erg hip. Dat zal ik ook niet meer doen. Sorry jongens. Deze kom. Ja. Wat gaan we daar eens mee doen? Dat ga ik binnenkort vertellen. Wat we daarmee gaan doen. Maar nu niet. Ja. Dat was die wel voor vandaag. En onthoud. It was a man in a green coat. Doeg.